Welkom bij weer een nieuwe video van onlinehoortoestel.nl. En vandaag neem ik u mee in het onderhoud van de nieuwste Phonak hoortoestellen, de Audéo Paradise serie. Het hoortoestel bestaat uit twee delen, het toestelletje achter het oor en het gedeelte in het oor. Hetgene wat in het oor zit is de luidspreker. En dat is ontzettend belangrijk om goed schoon te houden. In het oor zit allerlei vettigheid en dat komt op die luidspreker terecht. En dat moeten we eraf halen zodra we dat zien. En dat kan dus dagelijks zijn. Gebruik daarvoor dit soort desinfectiedoekjes. Dit ontvet en is desinfecterend. Deze kunt u bestellen in onze webshop. Ik zal een link onder de video erbij plaatsen. Als u ziet dat er wat vettigheid aan zit, pak een doekje en maak dat goed schoon. Krijgt u het er niet helemaal af, trek dan dat doompje van de luidspreker af. En ontvet deze heel erg goed. Kijk dan of het toestel het gewoon goed doet en zo niet, dan bestaat er een kans dat u het filtertje moet vervangen. Hier zit een heel klein wit puntje in en die zorgt ervoor dat vuiligheid, vettigheid of bijvoorbeeld vocht niet de luidspreker in kan gaan. En daarvoor heeft Phonak de Ceru-Shield Disc ontworpen. Dat is dus alleen voor de Marvel serie en de Paradise serie, maar niet voor de oudere toestellen. En dan de luidspreker in het oor producten. Ik zal een link plaatsen onder de video, zodat u direct op de productpagina terechtkomt. Als u deze bestelt en openmaakt, dan vindt u aan de binnenkant van de verpakking een hele kleine summieren gebruiksaanwijzing van hoe het werkt. Nou, het is een shield, dus het zijn twee discs op elkaar. Met een eentje en een tweetje. Als we die doordraaien richting de pijltjes, dan verschijnt er onderin een nieuw filtertje en bovenin is het prullenbakje leeg. Nou, als u nou het idee heeft dat het filter verstopt zit, meestal moeten we dat om de 1 à 2 maanden vervangen, afhankelijk van hoeveel oorvet u produceert. Dan prikt u dat luidsprekertje eerst in het prullenbakje totdat u een klikje hoort. Blijft het oude filtertje hangen. En dan is de luidspreker leeg. En dan gaat u naar het tweetje. Hup, klik. Nieuw filtertje erin. Zorg dan voordat u het dopje, de doom, terug erop laat, dat die luidspreker goed ontvet wordt. Doe dat met dit doekje weer. Want als u dat niet doet, dan bestaat de kans dat dat dopje er weer van makkelijker vanaf komt. Nou, mocht het hoortoestel nou defect zijn en na deze vervanging nog steeds niet goed werken, controleer dan ook de microfooningangetjes. Bij de Paradise serie zijn dat er 3. Een hele kleine gaatjes die niet na een week en ook niet na 2 weken, maar na een aantal maanden dragen, wellicht verstopt kunnen raken. En dat kunt u met zo'n heel klein borsteltje doen. Borstel ze goed uit. Nou, heeft u dit nou allemaal doorlopen? Weet u zeker dat de batterij of de accu vol zit? En doet hij het dan nog steeds niet, dan is de kans heel groot dat de luidspreker defect is. Dat is het onderdeel van het toestel, niet alleen bij Phonak, maar bij alle merken, die het meeste kapot gaat. Deze kunt u ook bestellen. Ik zal hiervan ook een link onder onze video plaatsen. Die zijn namelijk zo los te bestellen. En Phonak heeft die luidspreker geborgd met een heel klein pennetje. Die zien we daaronder. Daarvoor heeft u dus zo'n pennetje nodig of een klein naaltje of iets dergelijks, of de achterkant van een oorbelletje, waarmee u hem een heel klein millimetertje eruit prikt. Druk hem dus vooral niet helemaal door, want dat is niet de bedoeling. Dan gaat het toestel defect. Het is echt een klein, nou misschien een millimetertje. Ik zal het nog eventjes voordoen. Klik. Hij zegt ook klik. En dan trekt u hem er echt als een stekkertje, hup, uit. Nou, maakt u de nieuwe luidspreker open. Er zitten altijd standaard een paar dopjes bijgeleverd. En deze extensie, sommige mensen hebben deze erop zitten. Zorgt ervoor dat die wat beter in de gehoorgang blijft zitten. Maar niet iedereen. Het is natuurlijk weer een extra dingetje in de oorschelp. Het heeft 3 kleine pinnetjes en die moeten er wel precies goed in. Klik. En vergeet dan niet om dat borgpennetje aan te drukken. Heel simpel, maar je moet wel even weten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Bent u nou benieuwd naar nog veel meer van dit soort video's? Check dan vooral even ons YouTube kanaal. En wilt u dat wij nou nog meer van deze films maken, waarin we u alles vertellen over de nieuwste technieken van hoortoestellen? Vergeet dan vooral niet even te abonneren en deze video te liken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.